Goedemiddag iedereen! Nah. Welkom terug iedereen bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Oh yeah, het is zaterdag. Het is mijn werkend weekend. Ik heb gedaan met werken. Het is nu 4 uur. En er was iemand die gezegd heeft op de filmgroep, ik weet niet meer welke groep dat was, sorry daarvoor, dat er in Tielt, in de kringloopwinkel, dan er heel veel dvd's liggen en blu-rays en weet ik veel allemaal. Aan goedkope prijzen, dus en ik dacht van ik kan even kijken hoe ver dat Tielt eigenlijk van mijn werk is. En het was eigenlijk maar 15 minuutjes rijden en het is nog open tot 17:30 uur. Dus tegen de, wanneer dat ik daar toe kom, is nog een uurtje, nog een schoon uurtje open. Dus ik dacht van hé, we doen geen rommelmarktje, weet je wat? We zullen een keer naar daar gaan. Dus ik ben nu onderweg naar Tielt, naar de kringloopwinkel, voor een keer te kijken wat we eventueel zouden kunnen kopen. Goed? Allee, zeg, we gaan ervoor, hè. Hopelijk gaan we weer goede dingen vinden. Allee, jepla. Waarom spreek ik altijd zo, weet ik veel. Op mijn werk is dat ook zo, met dus één collega, de Natuur. Wij spreken eigenlijk altijd Antwerps. Ik weet niet waarom, dat is een keer zo begonnen. En we blijven dat gewoon doen. Ik ben zelfs totaal niet van Antwerpen, ik ben eigenlijk van Gent. En ik woon in West-Vlaanderen momenteel, dus Antwerpen, ik heb er niks mee. Maar hey, het is wat het is. Goed, we gaan gewoon naar Tielt rijden. Hè. Al dat gelul en al dat gezever. Gewoon films kopen, het is al wat je moet doen. Films kopen, films kijken, dat is het leven. Voilà. Oh my god. Goed, allee, tot z'n biet. Yo! En ondertussen zijn we dus weer thuisgekomen van de kringloopwinkel in Tielt. Dat was echt wel de moeite. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik een kringloopwinkel zie die zo proper is en zo schoon is. Qua films en zo. Het was echt wel een videotheek. Er hangde dat posters, stond dat decoratie, weet ik veel allemaal. Dat was echt dik in orde. We hebben ongeveer. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 titels. Alles was bijna alles was 50 cent per stuk. Ik heb 1 van 75 cent en 1 van 1 euro, dacht ik. Dus dik in orde. Goed, we gaan even tonen wat we allemaal gekocht hebben. Dus we gaan beginnen bij het begin, gelijk altijd. De eerste dat ik gekocht heb is met Ed Harris. Dat heb ik nog nooit van gehoord. Het staat hierop. A True Story, dat is Walker. Voilà. Nog nooit van gehoord. Ik zie hem wel graag spelen, Ed Harris. Ik denk dat dat een western is, maar ik ben het niet zeker. Maar maakt niet uit. Mensen die Hulderham kent, laat me een keer weten. Ik heb dat zelfs nog nooit zien liggen op de Rommelmarkt. Dan de volgende zat zelfs nog in plastiek. Dat is een horrorfilm, dat is The Possession. Dus ben ik ook wel een keer benieuwd naar. Dan de volgende, ik heb ze ondertussen ook al allemaal afgekuist, want er hangen enorm vele stickers aan. Dus de volgende is The Big Blue, een film by Luc Besson. Ken ik niet, maar het is met een slipcover, like dat je kunt zien. Dan de volgende, die heb ik wel al een keer gezien, dat is lang geleden. Ik ben niet zo echt aan dance movies, maar dat vond ik wel nog een goeie in de tijd. En dat is You Get Served. Dus wel blij dat ik die heb. Dan de volgende film
is met Mark Wahlberg, Tyrese Gibson, André Benjamin en Garrett Hedlund. Dat is Four Brothers. Die heb ik ook al een keer gezien. Dat was ook wel een hele goede film. Dan de volgende zat ook nog in plastic. Ik denk dat ik die wel al een keer gezien heb. Maar het is al super lang geleden. Een horrorfilm. Dat is Drag Me to Hell. Dat was ook 50 cent. Dan de volgende is ook met Mark Wahlberg en met Christian Bale. Dat is The Fighter. Die heb ik ook al een keer gezien. En dat is ook een waargebeurde film. Heel, heel schone film. Een aanrader. Dan de volgende film ben ik super blij dat ik hem gevonden heb. Ik nog maar één keer zien liggen op de Roommarkt. En dan heb ik hem ook gekocht. Maar het probleem was... Voilà, ik ga dat een keer tonen. Dus ik spreek me over Warriors of Virtue. Maar ik had geen... Het was enkel de disc dat ik zag liggen. En ik ben al zo lang op zoek naar die film. En ik had het dus gevonden op de Roommarkt. Maar vandaag... Voor 1 euro was hij wel, maar dat interesseert mij niet. Heb ik Warriors of Virtue gevonden op DVD, maar met de cover erbij. Warriors of Virtue doet mij eigenlijk een beetje denken aan de Turtles, de Teenage Mutant Ninja Turtles, maar dan in plaats van met schildpadden is het met kangoeroes. Dus, maar ik zie dat wel, ik weet dat nog vroeger, vond ik dat echt de max. Dan de volgende is met Mickey Rourke. Dat is Domino. Heb ik nog niet gezien. En dan de volgende ken ik totaal niet. Maar ik heb hem de achterkant een keer gelezen. En het zag er mij wel plezant. Het zag er mij wel goed uit. En dat is Midnight Express. Voilà. Dus laat me een keer weten, mensen, of dat een goede film is. Dus ja, voilà, dat was de video. Ik heb nog een keer gefilmd met mijn gsm, omdat het wel gemakkelijker is voor in de winkel of zo met je gsm te filmen, want dat valt niet zo op tegenover dat je dan met een camera staat. Uiteraard, mijn gewone vlogs of mijn rommelmarktvlogs zal ik wel met de camera doen. Maar zo kleine mini-vlogjes gelijk dat, dat gaan we wel misschien met de gsm beginnen doen. Het is misschien gemakkelijker. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video alsjeblieft. Abonneer op mijn kanaal. Dat zou ook leuk zijn. Duw ook op het belletje. En als je op het belletje duwt, dan ga je elke keer een melding krijgen als ik een video post. En voilà. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Abonneer op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot de volgende keer voor een nieuwe dag. Voor een nieuwe video. Wanneer dat zal zijn, weet ik niet. Maar we gaan het wel allemaal zien. Allee, salut!